Vandaag is de tweede onderzoeksdag van de HU. Dit is in navolging van de eerste onderzoeksdag die eind november vorig jaar heeft plaatsgevonden. En vandaag willen we vooral de thema's die uit die eerste onderzoeksdag zijn gekomen verder concretiseren. En daar met name ook nog meer ontmoeting op organiseren met onderzoekers, lectoren, programmamanagers en instituutsdirecteuren. De zes thema's zijn Living Well, inclusief onderwijs, maatschappelijke voorwaarden voor de kwaliteit van samenleven, de complexiteit van beroepsuitoefening, de digitale stad en ook de gelukkige stad van de toekomst. Die thema's hebben we uitgediept, daar hebben we over gesproken en daar komen concrete stappen uit voort. Dan is kennisprogrammering niet iets wat je erbij moet doen en wat iedereen weer extra huiswerk geeft, maar iets wat ontstaat uit van wat je al doet en waar je door dat als het ware doorheen te trekken gezamenlijk nieuwe kennis ontwikkelt. En dat gaan we vanaf het nieuwe schooljaar met elkaar doen. Hoe krijgt de patiënt op de juiste plek van de juiste zorgverlener de juiste hulp? En daar hebben we lang over gesproken, dat was dermate complex, dat we dachten dat moeten we nog kleiner maken. We willen namelijk een bijdrage leveren aan de diversiteit in de beroepspraktijk. En daarvoor willen we beginnen bij onszelf. Digital empowerment by design. Dus digitale oplossingen. Hoe kunnen we die zo maken dat het eigenlijk inclusiviteit bevordert? Hoe herken je verbindingen die publieke waarden uithollen? En hoe rust je toekomstige professionals toe? Want die krijgen hier mogelijk mee te maken. Hoe zet je de transitie van Utrecht naar een circulaire economie in 2050 in beweging? We hebben vervolgafspraken gemaakt. We hebben bedacht welke collega's missen we nog en die gaan we allemaal betrekken. Sommigen weten dat nog niet, maar daar komen ze zo meteen wel achter. De bedoeling is om die projecten verder uit te werken en dat we samen daarmee aan de slag gaan. Zodat we er niet alleen over praten, maar dat we het ook daadwerkelijk gaan doen.